in het hart van de koude maar droge nacht verzamelen de dapperen, de liefhebbers van licht en magie voor een betoverende avond rondom Paleis het Loo. De stilte wordt doorbroken door een zachte melodie die opstijgt uit de duisternis. Een koor van engelen lijkt zijn stemmen te lenen aan deze nacht. Pien Harms, directeur van Paleis het Loo, heeft nog een verrassende mededeling voordat de magische knop wordt ingedrukt. We hebben geprobeerd te tellen hoeveel lichtjes er zijn en we zijn uitgekomen op 120.000. Wow. Een ander aantal hoor ik graag, dus daar kunnen we nog een prijsvraag voor uitlonen. En dan is het moment gekomen waarop iedereen heeft gewacht. 5, 4, 3, 2, 1. Nou, vanavond is het licht aangezet hier bij Paleis het Loo. Waarom hebben jullie dat georganiseerd? Nou, in deze tijd dat we de donkere dagen voor kerst hebben, is het wel mooi om een mooi lichtpuntje te hebben. En we waren sowieso aan het kijken om die hele kerst weer wat langer door te trekken. Nou, in de zomer kwamen we eigenlijk in contact ook met een mooie sponsor, Gamma, die in deze periode kerstlichtjes verkocht. En wij hadden allemaal nieuwe LED-verlichting nodig. En toen dachten we, nou, als we dan bezig gaan, hoe kunnen wij nou de lighting of the Christmas tree in New York nabootsen in Apeldoorn? Nou, door het mooiste Paleis het Loo in licht te zetten. En zo is het idee geboren. En nou, de dag dat de Sint weggaat, vonden wij het mooi tijd om vanavond het paleis in het licht te zetten. En wordt dit nou een jaarlijkse traditie? Nou, als het aan mij ligt, zeker. En ik hoorde net onze algemeen directeur Pien Harms het ook al zeggen. Het is de start. We zijn deze eerste keer begonnen. Maar we willen er heel graag een traditie van maken. En hoe vieren de Oranjes nou eigenlijk kerst? Ja, ik ben natuurlijk niet de conservator. Ik denk als je Paul Rem de vraag had gesteld, dat hij heel veel had geweten. Wat ik wel weet is dat ze veel op kerstavond hier deden. En dat Wilhelmina dan de cadeautjes kreeg. En dat ze dan op eerste kerstdag naar de kapel liepen om te zien hoe mooi de kapel versierd was. En de komende weken, staan er dan nog andere kerstactiviteiten op de planning? Ja, klopt. We zijn dus buiten begonnen. Hè? Dus deze verlichting is tussen 4 en 9 s'avonds door iedereen te bewonderen. Want dan is het mooi een beetje donker. Dus ook als je langs wil wandelen en voor het selfie-scherm wil staan, kan je tot 9 uur 's avonds het paleis mooi op de foto krijgen. Vanaf maandag gaan we het paleis inrichten. Dus dan gaan we het hele paleis weer in kerstsfeer brengen. En het thema is feest. Dus het staat ook in het thema van cadeaus. Wat gaven de Oranjes elkaar cadeau? En er is een kinderspeurtocht. Tour de cadeau. Gaan we door onze huidige tentoonstelling de Oranjes met de blik van, goh, hoe zou jij je voelen als je dit als cadeau kreeg? Dan hebben we natuurlijk de kerstvakantie. Dan hebben we heel veel kinderactiviteiten, van het knutselen van cadeaupapier tot het maken van wensbrieven. We hebben de grote kerstfilm. Daar zijn wij locatie voor. En die is tijdens de kerstvakantie 3 keer per dag bij ons op stal 1 te zien. En dat is echt een familiefilm. Dus heel veel op de planning, zo te horen. Ja, heel veel. Heel druk programma. Heel druk programma. Dus ik nodig echt iedereen uit om, al is het 's avonds een wandelingetje of overdag, om even binnen te kijken. Want elke dag wordt het paleis ook steeds mooier.